Joram Krol zit hier tegenover me. Hallo. Allereerst, gefeliciteerd, want je bent net papa geworden. Dankjewel. Hoe is dat? Heel fijn. Ik ben heel ontspannen onder. Ik voel me, dat zie je wel aan mijn gezicht, ik glimlach. Ik zie niet vaak zulke ontspannen net papa's. Mijn zoon is een heel tevreden mannetje. Ja? Ja. Kan je nu al zien dat hij op je lijkt? Oh, ja, als twee druppels water. Als twee druppels water. Ja. Wat fijn. Joram, ik zei het al. Er wordt een documentaire over jou gemaakt. Igor, die cirkelt hier ergens rond. Dus dit woord komt er misschien ook wel in. Allereerst, als mensen denken, Joram Krol, die naam zegt me wat. Waar kunnen we jou van kennen? Ik hoop van mijn foto's. Dat is... Ja, je stelt een hele brede vraag. Ja, van foto's hoop ik, maar van... televisie ook wel. En er is eerder een docu gemaakt. Maar ik hoop altijd, wil altijd dat mensen... Heel veel mensen kennen mij als de mens, Joram, of wat zij denken. Hè? Oh, dat is die jongen met die tattoos en zo. Ja. Maar ik wil altijd herkend worden vanwege mijn werk. En dat gebeurt de laatste tijd trouwens wel meer. Ja, maar je komt er toch ook helemaal niet omheen. Ik heb jouw foto's overal in de stad wel een keer zien hangen. Er is wel een tijd geweest waarin ik dacht van... Nou, iedereen in Groningen kent mij wel. Maar dat is nog echt niet zo. Dat valt dan toch weer tegen. Maar er valt een hele hoop te halen nog. Hè? Ik heb het afgelopen jaar ben ik heel veel in Den Haag geweest. En daar heb ik van geleerd van, weet je, er is in Groningen nog zoveel te doen. En zeker qua mensen is Groningen zo'n interessante stad. Er zijn hier nog echt heel veel portretten te maken. Gelukkig, gelukkig. Waarom maak jij nou eigenlijk foto's? Wanneer ben je begonnen? Dat zijn twee vragen. Ja. Laten we beginnen met waarom maak je foto's? Ja, ik denk dat het is sowieso heel mooi om creatief bezig te zijn. Ja. En dat is één, dat is een hele simpele inding is. Maar ik denk dat als je dan naar de diepe kern wil, hè, wat voor mij maakt dat ik het echt met zoveel verven en zoveel enthousiasme en zoveel passie en de hele tijd blijf doen, is omdat het beeld is voor mij een taal waarin ik emoties kan communiceren die ik verbaal niet kan communiceren. Dus ik kan emoties uiten waar ik niet over kan praten. Wat voor soort emoties heb je het dan over? Nou ja, weet je, sorry, ik verslok me net. Ja, maar verslikte me net een beetje. Ja. Nou, weet je, we leven in ik leef in een cultuur, of ik ben een macho man en groot, sterk en stoer. En in mijn jeugd was de maatschappij nog heel anders. Hè. Wij zijn niet opgevoed met praten over je gevoelens en zachtaardigheid. En als ik me viel, dan was het gewoon, ga maar een stukje lopen. En We gaan het er vooral niet over hebben. Nee, we gaan het er vooral niet gaan huilen. Je bent toch geen mietje, kom op. Dus al dat... En ik op een gegeven moment dacht ik me... En ik denk, nu denk ik er zo over. Dat heb ik door mijn foto's heb ik mezelf ook emotioneel veel beter leren kennen. Dat als je die emoties allemaal binnenhoudt... Want daarom is fotograferen zo gaaf. Dan ga je op je 55ste knal je gewoon van hartaanval ga je gewoon dood. Ja. Dus het is enorm bevrijdend. En je leert zoveel over jezelf door foto's te maken van andere mensen. En jezelf te spiegelen aan... wie je portretteert. Maar kan het dan zo zijn, Joram, dat jij wel eens gewoon vol schiet bij het maken van een foto? Of is het meer als je de foto ziet? Nee, want het overkomt mij niet, hè? Het is niet, het is niet dat ik denk dat ik een... Ik creëer de foto. Mijn meeste werk is gewoon geregisseerd werk. Mm-hmm. Dus dat wordt gemaakt, dus ik uit mezelf. Maar het is nooit... ik kan dan bijvoorbeeld zeggen, ja, dat ik zie dat stuk van mezelf, of ik zie dat. Maar het is heel... het is nooit iets wat pasboom gebeurt. Dat ik denk, ik schiet nooit vol bij mijn werk. Maar nogmaals, ik ben dus wel echt een macho man. Hè? Dat is niet... Dat wordt heel verleidelijk om te denken, oh, hij is eigenlijk heel gevoelig en zachtaardig. Nee, die kant hebben we allemaal wel. Ja. Maar ik huil niet snel. Nee? Dus nee? Krijg ik jou nu niet aan het huilen? Nee, gaat je lukken. Dat zou toch zo mooi zijn? Nee, maar dat... Weet je, ik wil oppassen. Kijk, het is dat stukje, dat hele kleine stukje wat ik wel kan aantikken. Want dat maakt die fotografie voor mij zo bijzonder. Ja. Dingen waar ik kan echt niet over dat soort gevoelens praten, want die kan ik wel in zo'n foto kwijt. En dat is zo fijn. Dat maakt jouw het heel mooi, is. Ja. Ja, als we dan kijken naar jouw foto's, ik moet meteen denken aan heel veel zwart-wit. Ja. Zit er een bepaald thema in? Nou ja, de meeste foto's zie je dat het onderwerp heel erg geïsoleerd is. Ik hou heel erg van duidelijkheid in mijn werk. Dat je echt, zoals ik nu naar jou kijk, hè, dat alles naar jou leidt. Ook de omgeving. Dat het onderwerp heel duidelijk in beeld is.
Dus, kun je de vraag nog een keer stellen? Nou, wat het thema is. Het thema. Ja, maar dat verschilt iedere keer weer. Ik heb zoveel foto's gemaakt. Er is geen één thema in mijn werk. Maar er zijn wel thema's. Maar ik denk dat het thema is menselijkheid. Als we het hebben over jouw portretten, hè? Ja. Wanneer zie jij iets waarvan je denkt, jou moet ik hebben? Ja, ik geef een voorbeeld. Er liep een man, een donkere man. Die was echt super mooi gekleed. Echt, hij was 71, kwam ik later achter. En ik zag hem lopen en ik dacht, no way dat die man op de foto wil. Gaat niet gebeuren. Maar toen dacht ik wil het uit zijn mond horen. Dus ik ga het minstens vragen. En toen wilde hij het dus wel. Maar ja, die man had zoveel stijl en panache. Mm-hmm. Gewoon van zichzelf. Hè? Niet aangemeten. Had zich ook niet zo gekleed. Hij was gewoon wie hij was. En ik vond dat zo mooi. En hij stond gewoon open. Ja, we gaan die foto. Nou, natuurlijk, is goed. Dus wanneer maak ik een foto van iemand? Dat is ook, kijk, wat ik vandaag interessant vind, daar loop ik morgen aan voorbij. Ja. Het is heel erg in het moment ook. Je ziet bijvoorbeeld, als je naar mijn Instagram kijkt, hè, ik wil ook iedereen vragen om dat te doen, dan zie je dat er een hele serie met bloemen zit. Dan vond ik bloemen in één keer heel interessant, maar dat is nu alweer saai. Ja. Dus ik kan dat niet zeggen. Er zijn altijd dingen die triggeren me op zo'n moment om een foto te maken. En ja, de volgende dag kan dat weer vergeten zijn. Nou ga ik een soort amateurpsycholoog uithalen. Misschien klopt er helemaal niks van hoor. Maar kan dat ook te maken hebben met dat je... Want ik las dat je ADHD hebt en Asperger. Heeft dat ook mee te maken dat je de ene moment helemaal dit te gek vindt en dan vloep? Ja, anders? Dat denk ik. Maar ik denk dat iedereen dat wel heeft. En ik denk wat ook trouwens nog even terugkomt op de vorige vraag. En dan als we toch amateurpsycholoog zijn, dan ga ik mezelf ook een beetje analyseren. Ja. Het is ook, weet je, heel stiekem is het ook gewoon, ben ik gewoon mijn eigen interesses en mijn nieuwsgierigheden aan het bevredigen. Hè? Ja. Want als ik iemand zie lopen, als je iemand portretteert, kun je ook vragen stellen. Ja. Dus, jij zei net tegen mij, Lara, eigenlijk douw ik gewoon de hele tijd een camera in iemand. En dat is wat ik doe, heel vaak, ja. Maar hoe vraag jij dat dan? Nou, dat is afhankelijk van, kijk, als ik iemand zie met gouden tanden en tatoeages, dan is het vrij makkelijk om die persoon te benaderen. Als ik een non tegenkom op straat, dan probeer ik het ook, maar die benadering is wat anders. Ja. En dan, dat is me ook nog nooit gelukt trouwens, maar dat gaat me wel lukken. Ja. En dat is iedere keer leren. Je moet, kijk, als je wil iets van iemand, hè? En als je iets van iemand wil, dan moet je een bepaalde houding aannemen. Namelijk, ik wil wat van jou, dus ik heb me te gedragen. Ja, jij moet voor mij. En mensen denken heel vaak dat je gewoon met de camera op iemand af moet rennen. En dat werkt niet. Nee, dat is een hele... Nee, je zal bij iedereen moeten aftesten. En het is heel erg... Dus je moet een beetje bamboe zijn. Je moet terug meeveren en terugslaan. Ja. Ja, slaan klinkt dan niet goed. Maar je moet je heel erg aanpassen aan je onderwerp. Je hebt eigenlijk gewoon een hele goede tip voor mensen die dit ook willen doen. Ik ben eigenlijk even op zoek, zie jij hem, jouw documentaire maken? Igor, ja, ik wil je eigenlijk even wat vragen stellen. Dat is vast niet iets wat jij heel leuk vindt als documentaire maker, maar er wordt nu even de microfoon naar jou toe gebracht. Want Igor, ik wil gewoon eventjes van jou weten. Jij hebt bedacht, ik wil een documentaire over Joram. Ja, ja. Waarom? Nou, ik vind Jorans werk sowieso best wel intrigerend eigenlijk. En ik denk dat je geen Sherlock Holmes hoeft te zijn om te zien dat hij een behoorlijk verhaal heeft. En ik probeer eigenlijk zelf dan een beetje de Sherlock Holmes uit te hangen en daar een beetje een kausaal verband te maken tussen zijn werk en tussen hem. En voor, als mensen nou moeten zeggen, wat is nou volgens jou de kern van Joram? Wat voor man is dat? Wat zeg je dan? Poeh, dat is wel mijn interpretatie, hè? Ik vind hem uiteindelijk wel een lieverd. Haha, toch een lieverd? Ja. Ja. Dat moet hij zeggen van mij, hoor. Ja. Oh, oké. Okay. Anders gooi ik hem van het forum af. En Igor, wanneer kunnen wij de beelden gaan zien? Dat durf ik echt niet te beloven. Wat gok je? Ik zeg begin komend jaar. Begin komend jaar. En hoe gaat de documentaire heten? Joram Krol, quid pro quo. En dan eindigen we quid quo pro, sorry, excuse. Ja, we eindigen dit prachtige gesprek met jullie allebei. Even met het kijken naar de trailer van deze documentaire. Ja, fijn, tof. Ja, als je die jongens wil aanrijden, is het natuurlijk ook heel mooi, hè, voor de foto. Maar jij vindt wel een mooi zaal, hè? Fuck me. Do you feel lucky, punk? Well, do you? Dat ziet er nu al prachtig uit. Joram, ga lekker zitten en geniet van de show. Mag ik een heel hard applaus voor Joram Krol.